wellicht het zoveelste Chinese automerk dat in Nederlandse intrede doet. Maar hij heeft een hele bijzondere USP en hij wordt ook wel de Tesla killer genoemd. Namelijk de NIO ET7. Het design van deze auto vind ik erg geslaagd. Zeker voor een Chinese auto. Wat je vaak ziet is dat het Chinese gehalte echt wel groot is bij zo'n Chinese auto. Alleen bij deze valt het mee. Hij ziet er heel strak uit. Heeft een hele mooie lijn. Het enige waar je aan zou kunnen zien dat hij uit China komt, zijn die wat smallere lichten. Maar ook die vind ik niet meer staan. Wat wel eventueel een beetje gek is, zijn al die knobbels op het dak. De camera's die overigens overal zitten, zodat je overal zicht hebt. Maar ook deze radar. Het is een beetje een taxiplaatje. En ze hebben hem daar wel bewust neergezet. Voor onder andere vond de Adaptive Cruise Control zorgt ervoor, want die radar die kan meer dan 700 meter ver kijken. En zeggen hoe hoger, hoe meer zicht. Dus er zit wel een gedachte achter. Of dat het mooi is, dat is de vraag. Maar ze hebben het wel proberen weg te werken zoveel mogelijk. Nou, verder heeft deze auto een hele brede motorkap. En dan zou je denken, oh, dat is mooi, voldoende ruimte voor een frunk. Nou, dat hebben ze dan niet gedaan, wat je bijvoorbeeld wel weer ziet bij die Model S. Er zit alleen die motor in en heel veel elektronica. Nou, en voor de rest van de auto, daar moeten we het echt naar binnen, want dat hebben ze wel goed aangepakt ook. Het interieur van de NIO ET7 vind ik zelf een stuk luxer ogen dan de Tesla Model S. En ook een, ja, gewoon mooier, frisser. Je hebt het suede hier aan de zijkant, zachte materialen overal, dus dat voelt gewoon prettig aan. Een mooie knop voor het uit- en instappen van je auto en chique bedieningsknop voor je raam. Ik wist niet eens dat het kon en bestond, maar NIO heeft het bedacht. Een heel rustig stuur. Het algemene beeld van het interieur is ook dat het erg rustig is. Zo heb je hier aan de linkerkant een wat grotere knop zitten met een klein knopje erin. Dat is voor de bediening van bijvoorbeeld de cruise control. En hier rechts heb je de bediening van de audio. En waar je bij veel merken heel veel knopjes omheen hebt, hebben zij het in één knop verwerkt. En wat heel makkelijk te bedienen is. En achter het stuurwiel heb je nog wat kleiner dashboard. En een digitaal dashboard staat op je snelheid natuurlijk. Actieradius, je gemiddelde verbruik, temperatuur buiten, tijd. Dus eigenlijk alles wat je wil weten, dat staat ervoor. En ook weer rustig geprojecteerd. Dat doen ze echt wel goed. Dan heb je zo'n Tesla scherm in het midden. Groot. Daar moet je van houden. Ik vind het zelf ook wel fijn als er wat knopjes zijn. Sneltoetsen. Hier moet je toch af en toe aan zoeken. Dat merkten wij vooral zelf toen wij op zoek gingen naar bijvoorbeeld de stereo. Bijvoorbeeld de standen van de auto. Ja, dan moet je toch wel even gaan puzzelen. Als je die auto dan eenmaal hebt, dan zal het wat makkelijker zijn. Maar een knopje af en toe is wel lekker. Dan heb je hier nog een draadloos oplader en een automaat die erg fijn werkt. Een hele makkelijke schakelaar voor, achter, hij doet het meteen. En ook weer subtiel weggewerkt. En wat lekker is bij deze auto, massagestoelen, allemaal verschillende standen, stoelverwarming. Ja, je kan het zo gek niet bedenken, dit is echt de luxe auto van de Chinezen. En achterin, ja, in Europa is het misschien niet zo, maar in China, de Chinees met geld, die zit achterin. En dan wil je dus ook luxe hebben. En dan merk je dat het wel een elektrische auto is, want je hebt een best wel hoge bodem, waardoor je hier veel ruimte onder je benen overhoudt. Maar je hebt wel veel ruimte voor je benen aan de voorkant. En qua hoofdruimte, ja, ondanks een aflopende daklijn valt het me niet tegen. Komt ook door dat raam. Maar heb je nog iets langer bovenlichaam, ja, ik ben zelf 1,95. Ja, dan houdt het denk ik net niet over. Dus het hangt een beetje van je lengte af of dat nog prettig zit. En ook hier achterin weer heel die chique knoppen die ze van voor naar achter hebben genomen. Die bedieningsknoppen voor je ramen. En een tabletje achterin. En dan kun je eigenlijk instellen je temperatuur, stoelverwarming, muziek ook. Om het van alle gemakken te laten voorzien achterin. En ja, waar zie je in autoland in Europa nou zo'n tabletje achterin? Dat is niet bij veel merken onder de ton. Dus wat dat betreft ook een hele leuke future. Die luxe, strakke, moderne lijn die hebben ze doorgetrokken naar achter. En dat zie je ook weer bij zo'n doorlopend achterlicht. Ja, welke elektrische auto heeft het niet op dit moment? Je ziet het overal. Natuurlijk weer een camera hieronder, maar ook daarboven, zodat je geen paaltje, geen boom, niks meer mist. En
uiteraard elektrisch te openen. En dan heb je zo'n 360 liter aan bagageruimte. Het blijft dus dan natuurlijk, dus het is redelijk beperkt qua hoogte, maar hij is wel redelijk diep. En dan heb je nog een skiluikje. Kabels liggen hier ook achterin, maar je kan hem eventueel nog hier wat extra in kwijt, al is het wel beperkt. En waar het nou echt om gaat met deze auto, dat is onder andere het rijden en ook hun USP, en daar ga ik zo meer over vertellen. Gordel om en dan kunnen we gaan. En dan heb je meteen, ja, afhankelijk van welke modus je hem zet, maar dik 650 pk tot je beschikking. En dat is als je hem in een Sport Plus zet. En dan ga je in 3,8 seconden van 0 naar 100 en heb je 850 Nm koppel. Dus dat zijn echte getallen. En gaat het al met rijden zelf, zitten we in eco-modus, dan kun je heel rustig fijn rijden. En dan heb je een dynamische demping, waardoor die ook goed de drempels en de oneffenheden in de weg wegwerkt. En dat doet hij heel netjes, ook omdat hij natuurlijk wat langere wielbasis heeft. Dan is het wel zo dat hij redelijk grote velgen heeft ten opzichte van zijn banden. Dat zorgt ervoor dat je toch wel af en toe wat voelt. Alleen door de voorgaande dingen die ik benoemde, werkt het voor het grootste deel wel weg. Maar het bijzonderste is bij de accupakket van deze auto. Je hebt namelijk een 75 kWh accupakket en een 100 kWh accupakket. En met die ene kun je 450 km ongeveer in de zomer. En die andere zit je boven de 500. En het mooie is, en dat is de USP van NIO, dat zij wisselbare accupakketten hebben. Ze hebben een eerste wissellaadstation onlangs geopend in Tilburg. En daar kun je binnen 5 minuten je accupakket wisselen. En dat klinkt misschien gek, want dan heb je niet je eigen accupakket, maar gebruik je ook die van anderen, want die worden daar geladen. Maar dat is niet gek, want het is niet jouw eigendom. Je doet het altijd in een lease-constructie. En zo'n lease-constructie zorgt ervoor dat jij bijvoorbeeld heel het jaar door het kleine accupakket nodig hebt. En maar een heel klein deel van het jaar een groot accupakket, bijvoorbeeld voor vakanties. En dan wissel je hem om. Wordt je leasebedrag net wat hoger, omdat het voor die tijd het duur op een accupakket is. En daarna wordt het weer minder. Je kan natuurlijk ook uiteraard gewoon opladen, want nog niet heel Europa staat vol met die wissellaadstations. En dan kun je bij een AC-lader, dus een normaal wisselstroomlaadstation, tot 11 kWh geladen. En ga je naar een direct stroom, dus langs je snelweg vastnet bijvoorbeeld, dan kun je tot 140 kWh laden. Dus dat is allemaal goed geregeld. En nou hebben bijvoorbeeld eerdere merken dat ook al geprobeerd met dat wissellaadstations en zo en wisselen van accupakketten zoals Renault. Dat heeft toen niet gewerkt, maar in China blijkbaar werkt het voor NIO en wellicht is ook in Europa. Dus de toekomst zal het uitwijzen. Wat ook nog leuk is hier, je hebt natuurlijk bij Mercedes van Hey Mercedes en verschillende merken die met een praatprogramma komen waarmee je snel kan communiceren en die voor jou eigenlijk van alles regelen in de auto, ook voor minder afleiding. Hier hebben ze Nomi en dan zeg ik hier, hey Nomi. Yes. En dan reageert Nomi op mij en die kijkt naar je, die knipoogt naar je, die knippert ook. Die, als je muziek al speelt, gaat ze gitaar mee spelen. Dus dat hebben ze wel leuk erbij bedacht, wat meer interactie met de auto. Nou, wil jij nou meer over deze auto weten? Could you say it in a simpler way, or maybe reform it? Nee, kijk, ze praten soms doorheen, dat is wat minder makkelijk. Please try again later, or use the manual control. Dankjewel, Nomi. Hi there. Could you say that again? Nee, we kunnen het helaas niet nog een keer zeggen, want anders duurt het te lang. Maar ben je nou benieuwd naar deze auto? Wil je meer weten over die leaseprijzen? Klik op de link in de beschrijving, vul je gegevens in en dan nemen wij contact met jou op.